welkin glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. Dawnmaster Vasaid, wielding the rest of the inscription and picture, has shattered away. Wynopisz A. Dawnmaster Welkin Glory. Dawnmaster Seed. Ot. Dawnmaster Stockhold. Opna. Dawnmaster Vasaid. Ah. Wegpakken zal het wel uitgaan. Oh, the weapon stopped glowing. How odd. Dawnmaster Vasaid. Okay. Zeg, waar heeft hij die nou gedropt? Kan ik het echt? Wel. Dawnmaster Welkin Glory. Gaat hij dus op de grond staan? The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Dawnmaster Vasaid. Hey, dus. Zelf. Voordat we naar binnen gaan. Dus hier. With haste. Kijken. That's enough. On your feet. Taking us. If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it. Silence! Move! No. No, 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 I'm not going in there. I won't. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now! The captain is expecting you. Forward. Carefully. These cultists have the creche on high alert. Find the creche entrance. Is that somewhere in there? You should take a look. Okay. What's hiding here? I'll do it. So the Gith Yankee aren't fond of the cultists. Could be a good thing.
Problemy? Even kijken waar we dan uitkomen, of we dan uitkomen waar we net waren. Ja. Oké. Wie doen? Too drunk. It's not possible. F7. Eager for battle. Show no mercy. Hebben ze allemaal niet in de gaten? Enough waiting. I crave blood. Unseen. I shouldn't linger. The end comes. En we zijn gewoon zo dronken. Wacht even, even terugladen. Die zijn zo dronken dat het gewoon alcoholbommen zijn. Amazing. Time to press ahead. What a day. Yes. Oh. Oh ja, tuurlijk exploderen die bij haar. Aan het vuur. Out of damage on the Jew. Wacht. What now? Come on.
slurp daar. Even. Careful, I might. Even. Denk dat die het feestje geeft. Er zitten gewoon mensen in. Oh, we hier ook een fireball. Uiteraard mis. Jack. Hey. Die stond er net niet. Killen stilt met zijn fireballs dingen aan het lopen. Scenery. Oh.
Wow, serieus? Miss, critical miss, 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 miss. Daar ging een hele hoop te fikken. Uit het vuur. Time to strike. Ook mag geen sweeping attack meer doen. Niet uit. Wauw. Fucking 6 misses op een rij. Tik erop. Ondertussen iedere klap die ze kan ontvangen, ontvangt ze. Shit. Waar de hel kom jij in één keer vanaf? Even daar. Let's turn someone inside out. Alles en iedereen in de fik. Tra-la-la-la-la. Bijna alles en iedereen dood. Tra-la-la-la-la. In ieder geval level up eens gaan bekijken. Waar zijn we ondertussen? 8-4 al. Holy crap. Even kijken. Part 4. Cantrips. Minor Illusion. Spells. Responsibility. Part 3. Deze. Niet. Feature. Dus maar 18 deception en performance expertise. Eerst even hebben ze.
Zo. Even kijken hoe ze dat bedoelen. Tjeg, echter. Kijk dan door perception en performance expertise. Ja. Mooi. Ja, hier inzetten. Kijken wat we daarmee moesten. De ninja. 5, ja. Krijgen we extra attack. Hebben. Hup. Hop. Kan hier. Hier. Accept. De zeil. Daar kan volgens mij ook niks speciaals aan doen. Die is gewoon fighter. Ja, niet. Even hier. Even. Fighting if your weapons are not cannot dual wield heavy. Dat heeft zin. Voilà. Hierin zit action to make a weapon attack against the enemy. Target ally not have the sentinel. Oké. Okay. In advantage on opportunity attacks. And when you hit a creature opportunity attack, it no longer move for the rest of the turn. Dat is eigenlijk wel heel fijn. Pas had. Oh ja. Yellow remove curse and grant flight. Oh, the fireball do. And a counter spell. Oh, veel leuker, dat van die fireball.
even testen. We gaan eerst loop. Eins. Nou, laten we een short rest gebruiken, want wel die uit. Dat is nog een potion. B gebruiken. No time to rest. Never wanted the easy path. Kom bij dat zwembad uit. We gaan. Within the artifact, a feeling stirs. Uncertainty. Your curiosity is getting the better of you. Do not let it. Stay away from the Githyanki. They're hunting you. They want the artifact. They'll stop at nothing to take it from you. Another step forward. Snap ik. Angst. Echt dus. Zijn. Yay! Achievement. Assume
Battle. Well, in it. These boots have seen everything. What the fallen Githyanki warrior. A creche must be close. Get there. Maar goed dat ik hem gesaved heb, volgens mij. Oké. Dat is een magic. Yep. Let's get going. Breathe deep and move. Issues up. Is someone crying? Oi, goo. Issue. Who's a girl? Yeah, rustig aan, hè? Rustig aan. Op de maandagavond. Zomaar. Ja, zomaar. Heb je geen pasje online gezien? Nee. Die zal er zo meteen ook al komen, denk ik. Kijk wel vanuit. Zeg het, de combat hier in de mountain area is een stuk makkelijker als de vind ik ook wel. Makkelijker. Ja, en dan ben ik ook wel wat hoger ondertussen, maar. Dat maakt echt gewoon een verschil uit hoor, hoger level. Breder attack 0. Ja, ik mis nog net zoveel. Dat is niet veranderd. Maar je hebt over het algemeen waarschijnlijk ook betere gear waardoor je meer damage doet, denk ik. Nee, eigenlijk niet. Huh? Nee. Ja, nu op het einde van de underdark. Het was er al door de hele underdark heen. Een armorkrachten. Ik krijg een helm. Ik heb nou de helm die ik gekregen heb daar. En zorgt ervoor, die heeft mijn Katraki op. Mm. Dat die niet gekrit kan worden. Dat is fijn. Mm-hmm. En is ook een heavy armor. En het armor wat ik gekraft heb is een medium armor. En het zorgt er ook voor dat het niet gekrit kan worden. Maar ja, die heb ik aan mijn klerk gegeven. Oké, want het is niet alsof je gedubbelkrit wordt of zo. Nee, precies. Dat had ik ook toen ik dat eenmaal gekraft had. En ik kreeg dat als reward, want dat is voor dezelfde quest. Ik denk, ja, kut. Dan heb ik een chestpiece wat ik eigenlijk aan mijn tank wil geven. Want er zit reeling op, waardoor ze ja, eigenlijk op hetzelfde als dat je met een hamer op een stuk ijzer slaat. Dat je zo na aan het trillen bent, zeg maar. Mm. Ja, dat zit op dat armor. Dus dat wou ik eigenlijk wel aan mijn tank geven. En
All incoming damage is reduced by 1. Wat? Maar dat kan heel heftig zijn, hoor. Ja, precies. Dus dat zou ik best aan een tank willen geven. Maar met een helm kan ik aan niemand anders geven op het moment. Als ik nou de helm aan mijn klerk kon geven, dan had ik een chest aan mijn tank gegeven. Maar jouw tank die is weg geweest, wil je chest niet hebben. Ja, de tank heeft wil de chest wel, maar ik ga niet twee keer immuun to crit op hetzelfde character zetten. Critical miss. Gaat weer goed. En ook een miss. En ik zie hoe ik dat gedaan heb. Niet slim. Ja, die dingen gebeuren. Maar waar kan het niet dat je wel toegeven eigenlijk? Dan zal ik maar dat hier allemaal weg. Ik heb een pijl en boog pakken, want zo ver weg staan ze niet. Oké. Toch gezellig daar. Nou, Baldur's Gate doet het goed op de reviews in ieder geval uit deze. Wow! Oké, okay, ik mis alles en hun critical hit gewoon voor 45 in één roll. Auw. Gewoon alle drie vallen ze tegelijk aan en alle drie critsen van 15. Dat doen hun wat beter dan jij. Ja. Maar ja, dat verbaast me natuurlijk niks, hè? Want? Ik vind het zo goed dat er heel veel slechte rolls zijn op combat. Veel te veel. Anton, dat kan ik wel meevallen. Ook toen we het nog gezien hebben in ieder geval. Er zat er nog één. Hier is de Schnitzel King. Maar gaat de Schnitzel King naartoe? Hier is hier één zet. What the hell? Met op de doos. Uiteraard mis ik weer alles. En daar gaat dadelijk de tweede plat.
Kutratten. Wel met iedere hit crit schijnbaar. Ik wil een beter gear van jou. Ja. Eén rat tegen level 6 players. Ja, ik dacht die moeten bezuinigen op die no crit shutter. Ze zijn er alles uit het slaan behalve mijn tank. Daar kan ik jou een gratis tip meegeven. Moet je je tank meer laten tanken. Ze negeren mijn tank gewoon en mijn tank mist alles. Dan ga ik jou een tweede gratis tip geven. Beter tanks. Ja, maar dat is het gekut aan die roll dice. Dat is echt bullshit. Gewoon 90% kans op te raken en gewoon keihard missen. Al het hele gevecht. Wat wil ik nou doen? Ik wil het doen. Fucking onzin dit. Ja, kom maar. Weet je wat het is? Ik maak me daar niet zo druk om. Ik heb XCOM gespeeld, denk ik al. Heb ik ook overleefd. Ja, ik ook. 99% kans, chance to hit. En dan nog missen. Ja, precies. Met shotgun voor het neus en dan gewoon keihard daarna schieten. Ik denk, ja, hoe krijg je dat überhaupt van elkaar? Met een sniper rifle snap ik. Dat je mist op 99% als je voor je neus staat. En wel als nee. Dat, ook dat gaat er bij mij niet in. Nee. Oh ja, eerder als bij een shotgun. Wacht maar even gebruiken. Weet we niet dadelijk dat we die hebben. Nou, Sterrien. Oh, pik, joh. Ja, show, ik had er nog wel bij. Ik heb gewoon plus 11 op mijn pickpocket, hè. Dan gooit hij een critical fail. Plus 11 is echt wel hoog, vind ik trouwens, hoor. Plus 11, dat is echt wel hoog. Ja, is ook hoog. Ik hoef op de gemiddelde locks hoef ik maar 3 of hoger. Dan heb ik hem gewoon. De meeste locks zitten zo rond de 15. Hij heeft plus 11 van zichzelf, hè? Dat is nog zonder een bar bluff. Nog wat ik vind dat. Ik vind dat vrij hoog. Ja, eigenlijk valt het best mee. Want ik krijg plus 4 van mijn dex. Mijn dex is 18. Ik heb dan gloves of power. Dus de gloss die ik gevonden heb, die doet plus 1 sleight of hand. Dan heb ik plus 3 sleight of hand proficiency bonus vanwege mijn expertise daarin. En nog een keer plus 3 sleight of hand
expertise. Dus ik heb van proficiency en van expertise allebei plus 3. Dus dat is er gewoon 6. Plus die 4 van dex, dan zit je al aan 10. Ja, als je het dan welke optelt, dan kom je er wel, joh. Ja, precies. Dus ik bless mezelf eigenlijk ook zelden. En die vervolgt de lockpicken. Dood. Never a dull moment. Gaan we niet doen. Erf. Let's crack it open. Crack it open. Of niet. Weet je wat? Laten we die er nog eens bij doen. Fixen. Dragen, laten we nog maar gewoon even doorgaan. Simple weapon. Oké. Dit stuk weer. Dan. Recht. Daar beneden.